Bij 92 wint hun laatste competitiewedstrijd in 3B met 1-4 bij Turks Graag Apeldoorn. Door de uitslagen pak ze ook de derde periode. Je trainer Hans van Hoop. Een half jaar geleden had jij geen stuiver, denk ik, voor de na-competitie. Laat staan jullie goede reeks van de afgelopen week gegeven. Nee, eerlijk gezegd waren we toen nadrukkelijker bezig met de na-competitie tegen degradatie. Al was dat geen optie. Alleen als je vierde, vijfde van onder staat, dan is dat met vier ploegen die erom strijden reëel. Alleen we hebben na de winterstop, na de eerste wedstrijd, hebben we natuurlijk een waanzinnige serie neergezet. De laatste 10 wedstrijden niet meer verloren. Vandaag op eigen kracht 4-1 bij Turkse Kracht gewonnen. Wat ook volle bak speelde. Wat zelfs nu gedegradeerd is volgens mij op dit moment. Dus je weet de belangen die hier waren. Dus een groot component aan de ploeg. Ja, want zeker het eerste helft, het spel was niet, je wil zeggen, van daarvoor, bij de ploegen niet. Je ziet dat er heel veel spanning op staat. Maar de goals, daar oefen je het niet op, denk ik. Want ik heb een aantal pareltjes gezien vandaag. Nou ja, de eerste helft was ook niet zo best. Maar er was een hoop spanning op de ploeg. Een hoop jonge jongens die voor het eerst in zo'n wedstrijd spelen. Ik had Bas Mulder in de auto die zegt, ik heb nog nooit een periodetitel of een kampioenschap gehaald. Nou, dat leeft ook bij een aantal jongens. Dus moeizaam de eerste helft. Je hebt toch de individuele klasse van TKA voorin. Maar goed, dan maak je toch een hele fraaie 1-0. En na de rust, ja goed, je moet oppassen voor de momenten van TKA. Maar de doelpunten waren alle drie natuurlijk briljant uitgespeeld. Fantastisch afgemaakt. Ja, dat geeft toch ook de individuele klasse in aanvallend opzicht aan. En daarin zijn we gegroeid de tweede competitiehelft. Ja, want nu heb je nog een toetje, daarna komt het. Ja goed, we hebben de na-competitie bereikt. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, als we het niet hadden gehaald, hadden we ook een fantastische competitie tweede helft gehad. Nou, je krijgt nu een toetje en daaraan doe je mee om te winnen. En we zullen zien waar het schip strandt. Alleen je kunt dat onbevangen in met een positieve houding. Dus ja, we kijken er naar uit, uiteraard.